dit filmpje gaan we duidelijk maken welke chemicaliën en welke afvalvaten bij elkaar horen. Dus als je iets gemaakt hebt of gesynthetiseerd of je hebt bepaald afval, waar moet dat dan? Op je heen in de gootsteen. In sommige gevallen mag dat, maar overleg dat altijd met de docent. Je kunt niet zomaar iets door de gootsteen gooien. Zelfs zoiets simpels als ethanol of alcohol. Als iedereen in het hele gebouw alcohol die ze hebben door de gootsteen zou spoelen, zouden we een groot probleem hebben. Dus daarom voeren we dat ook altijd af, netjes in afvalvaten. En je hebt twee grote categorieën. We hebben één extra categorie die wij hier hebben, maar laten we eerst even zeggen. Deze twee hebben organisch en anorganisch. Anorganisch is eigenlijk alle waterige oplossing. Als je hier ook kijkt, hier aan deze kant zie je hier zure anorganische afvalstoffenoplossing of alkalische anorganische afvalstoffen. Dus als het gaat om een waterige oplossing waarbij het grootste gedeelte water is, dan kijk je, is het zuur of basisch? Daar gooi je het in weg. We hebben ook organisch. Organisch zijn alle andere gedeeltes. Dus als je een grote oplossing met ethanol met bepaalde stoffen hebt, dan gaat die in het organische afval. En dan hebben we halogeenrijk en halogeenarm. Halogenen, fluor, jod, brom, chloor, dat zijn de halogenen. Als die erin zitten, dan gaat die in het halogeenrijk. Zelfs als zitten er maar heel weinig in die organische oplossing, dan nog gaat die halogeenrijk. En alles er niet in zit, dan gooi je het halogeenarm. En je ziet ook, toevallig in deze twee, dat het vaker zo is dat je halogeenarm afval hebt dan halogeenrijk. We hebben ook nog deze twee. Dit zijn voor vast afval. Als je een stof gemaakt hebt die vast is, of die te veel van die stof hebt gepakt, dan gooi je ook netjes in het afvalvat. En we hebben anorganisch. Anorganisch zijn bijvoorbeeld zouten. Of we hebben, pakken het organisch afval, organisch, zoals bijvoorbeeld paracetamol. Soms gebruik je ook bepaalde zware metalen. Bepaalde zware metalen moeten ook apart afgevoerd worden. En mocht het zijn in het practicum dat je dat gebruikt, bijvoorbeeld in het practicum gebruiken we zilver. Zilver kan niet zomaar door de gootsteen, ook al is het een waterige oplossing. En dan gebruiken we speciaal afvalvat. Ik doe nu de zuurkast weer op de juiste manier, zodat je weer veilig werkt. En dan komt de student, en een student die komt zijn afval. Zo! So, nou, ik heb een vloeistof. Ja, dat is duidelijk dat het vloeistof is. Ik moet het weggooien, maar wat is er de gootsteen? Nou, laten we eerst even vragen wat zit erin. Maar voordat we dat doen, je hebt er geen stop op. Stel dat het iets is wat een beetje gevaarlijk is, dan heeft iedereen dat vast. Ik denk wel, wat ruik ik de hele tijd hier? Ja. Ik ga even een stop pakken. Nou, dat is fijn. Zo, hele, ik heb een stop. Het is een hele snelle student. Normaal duurt het heel lang voordat iemand een stop gevonden. Ja. Nou, wat zit erin? Er zit paracetamol in. Ik heb paracetamol gemaakt. In het eerste jaar maak je als student paracetamol. En dat gaat volgens deze reactievergelijking. Als je naar paracetamol kijkt, dan is dat inderdaad een organische stof. Ja. Maar dus jullie kennen allemaal paracetamol. Dus ik ga nu aan de student vragen. Is dat dan paracetamol? Maar paracetamol is toch niet vloeibaar? Dat is met zo'n pilletje, wit poeder. Dus wat zit er eigenlijk nog meer in dan? Ja, wat zit er nog meer in? Ja, ik heb een zuur gebruikt. Dus azijnzuur heb ik gebruikt. Ja, dat zal er ook nog best wel in zitten. Okay, ja. Dus is er nog iets wat erbij zit? De beginstof, dus dat is dat aminophenol. Ja, heel goed. Misschien zit dat er ook nog bij. Ja, maar dat is ook een vaste stof, die zie ik hier ook niet. Ja, jeetje, wat zit er nog meer in? Misschien water. Ja, waarschijnlijk heb je daarmee wel een beetje gespoeld. Ja, inderdaad, ik heb daar flink mee gespoeld. Dus, dus wat is eigenlijk volgens jou het meeste wat erin zit? Ja, dat is wel toch echt water, want dat is een kinder weg. Zou het dan anorganisch of organisch voedsel zijn? Ja, zoals u het zo zegt, anorganisch, alleen ja, er zit toch organische stof in. Dat klopt. Maar we kijken altijd naar het grote geheel. Dus als er echt heel veel anorganische vloeistof in zit, dus er heeft heel veel water en een klein beetje organische stof, dan doen we het netjes in het anorganische afval. En is het zuur of basis dan volgens jou? Dan is het wel zuur, want er zit nog een beetje zuur in. Ja. En het is wel belangrijk om, als je twijfelt, toch heel goed om het even te vragen. Maar als je weet wat erin zit, dat zou ik de volgende keer nog wel even een hulpmiddel zijn. Okay.